We hebben de zon meegenomen. Ons doel is eigenlijk om mensen te stimuleren meer naar buiten te gaan. En buiten te sporten, wat je tegenwoordig ziet. Iedereen zit achter een scherm. Nou, daar worden we natuurlijk niet fitter van met z'n allen. Peter, komen. Hoe gaat het met de inschrijving? Gaat wel goed. Nou, vandaag staat er een mooie fietstocht op het programma voor recreanten, wielrenners en ook voor kinderen hier in het dorp. En daarmee hopen wij geld op te brengen voor ons tweede project. Ja, tweede alweer. Ja, tweede alweer. Vorig jaar hebben we een mooie speeltuin neergezet hier in het dorp voor 60.000 euro. Geschikt voor kinderen tot 14 jaar. Nou, nu zijn we eigenlijk meer voor volwassenen aan de gang. Eigenlijk voor alle leeftijden. En het ontwerp van het veld is ook echt innovatief, omdat het bedoeld is om echt het hele dorp samen te brengen. Hoe belangrijk is dit voor het dorp? Nou, natuurlijk weer heel erg belangrijk. Sowieso is fit blijven heel belangrijk. En de vereenzaming van ouderen is een actueel onderwerp. Dat willen we allemaal tegengaan met ons nieuwe project. Wat je gaat zien is dat er dus fitnesstoestellen komen, maar er komen ook beweegtoestellen speciaal geschikt voor senioren. Er komt een schaaktafel, want ook de denksport moet natuurlijk niet vergeten worden. Allemaal hartelijk welkom vandaag op de fietstocht. We zijn samen een gemeenschap, of je nu bij de kerk hoort waar we hier zijn, de ontmoetingskerk of niet. En als we dat samen kunnen organiseren en ook ervoor zorgen wat de movement wil, namelijk de mensen in beweging krijgen en de mensen elkaar laten ontmoeten, dan is dat voor ons een heel goed doel. Middenmeer kan zijn portemonnee gereed houden, want jullie komen weer langs. Ja, het koeteltuinvirus is actief.